Marieke Vink, speciaal verslaggeefster voor Fladder TV. Ik sta hier voor het gebouw Taurus. Er staan binnen en buiten heel veel spullen. Ik ben heel benieuwd wat daarmee gaat gebeuren. Ik ga even binnenkijken of ik iemand kan vinden die mij daar wat uitleg over kan geven. Hallo. Hi. Hi. Hoe heeten jullie? Ik ben Wil. En ik ben Trudy. Welkom. Het is nu zaterdag. Dinsdag gaan we pas echt fladderen. Ja. Waarom zijn jullie nu al zo druk? Nou, we zijn nu al locaties aan het bevoorraden. Ook de locaties gaan opbouwen. En die hebben spullen nodig. En dat zijn vaak de houdbare artikelen. En die leveren we op zaterdag al aan. Ook, het zijn spullen die ze echt nodig hebben om dingen schoon te kunnen maken, noem maar op. Dus vandaar dat wij op zaterdag al beginnen met fladderen. Dat klopt. Ja, duidelijk, duidelijk. Ik begrijp dat er nu nog geen brood gesmeerd wordt. Nee, dat gebeurt pas op dinsdag, woensdag en donderdagochtend. Dan worden alle lunchpakketjes voor de 9 locaties binnen Houten klaargemaakt. De 2 kampen buiten Houten krijgen gewoon hele broden aangeleverd. En die doen dat, verzorgen dat verder zelf. En de lunchpakketjes worden 's ochtends tussen 8 en 12 klaargemaakt door een 20, 25-tal dames, een enkele heer, tussen de 50 en de oudste is 86. Fantastisch. Ja. Dat moet wel een hele gezellige boel zijn. Nou, dat is ook heel gezellig. Voor de dames en de heren is dat echt een uitje. Het is voor hun een week echt genieten en ontspanning en plezier en sociale contacten en noem maar op. En ze doen wat aan vrijwilligerswerk voor de kinderen in Houten. Dus die zijn helemaal blij. En wij zijn er natuurlijk ook dolgelukkig mee met deze mensen. Dat lijkt me logisch. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, ja. Nu vertel jij mij net dat er nu nog geen brood gesmeerd gaat worden. Wij liepen net heel eventjes door de grote ruimte en dan zagen we toch wat mensen smeren. Waar is dat voor? Ja, dat zijn lunchpakketjes voor kamp 12+. Die gaan naar Veenendaal, weet jij. Die vertrekken maandagochtend vroeg op de fiets en die krijgen een lunchpakketje voor onderweg mee. Die worden nu vastgesmeerd door 2 mensen van de leiding van 12+. Dat gaat de vriezer in en maandagochtend gaat het eruit. En dan gaat het onderweg mee met de kinderen op de fiets. Heel handig bedacht. Ja, ja. Er doen ongelooflijk veel kinderen mee met fladderen. Ja. En de begeleiders daarbij ook nog. Hoeveel broden gaan er doorheen? Oh jeetje, dat vind ik een hele moeilijke vraag die Trudy vaak beter kan beantwoorden. Die is echt van de lijstjes en dergelijke. Maar ik heb het niet helemaal in mijn hoofd, maar ik dacht toch wel 1000 broden. Ja, ja, daar komen we wel aan. Daar ja, komen we ik heb het niet echt in mijn hoofd zitten, maar ja. Hoe worden de boterhammen en het drinken en het snoep naar de locaties gebracht? Nou, dat is, de locaties komen het zelf ophalen. Die gaan vanaf vanmiddag om 4 uur komen ze deze spullen bij ons ophalen. Vervolgens vanaf dinsdag gaan wij uitleveren. Dus het zeg maar, brood en de melk en fruit en dat soort dingen, die leveren wij aan. Dat gaat via een busje van Albert Heijn. Die mogen wij dan in deze week gebruiken, dus daar zijn we ook heel blij mee. Ja. En Bibbe, die jullie net zagen lopen, onze mannelijke collega zeg ik dan maar, die bereidt dat busje en dat gaat altijd perfect. Die heeft het helemaal in zijn hoofd zitten, dus dat gaat heel goed. Ja. Super. Ik wil jullie eigenlijk heel hartelijk bedanken voor de informatie. We zijn een stuk wijzer geworden. En ik wens jullie heel veel succes en plezier met wat er allemaal komen gaat. Nou, dat gaat zeker lukken. Dankjewel. 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 Ik vind dat Trudy en Wil uitstekend hebben uitgelegd wat hier allemaal gebeurt. En hoe belangrijk het is dat de kinderen op de locaties op tijd hun eten en drinken krijgen. Samen met Wibbe coördineren zij dat uitstekend. Ik ga er nu vandoor, want er is hier nog een heleboel te doen. Tot ziens.